Ik probeer het een gans na te doen. Haha! Oei! Welkom bij een nieuwe aflevering van Waarom ben ik een gans? Word up. Hallo. Welkom bij de allereerste quarantaine stream van Coolblue. Super vet dat jullie er zijn. En op de achtergrond zie je twee ananassen, want ik had niks anders om in de achtergrond te zetten. Dus, welkom. Untitled Goose Game, een van mijn favoriete games waar je mensen mag terroriseren in de vorm van een digitale gans. En de andere, daar word ik zelf in geterroriseerd. En dat is Five Nights at Freddy's. En dat is voor jullie waarschijnlijk een van de favoriete spellen die er is. Dit gaan we vandaag weggeven. Deze. What up? Oké, ik wil de makers van het spel nog even extra hartelijk bedanken. Want ik weet niet wat jullie op hadden, maar vette game geworden. Haha! Waarschijnlijk heb ik nu allemaal jullie trommelvliezen gebroken. Hier in het midden staat Make the Man Spiroudis T. Make the Man Spiroudis T. Een van de beste mannen ever. Hij is nat. Je slippers zijn nat, vent. Henk. Een gans zegt helemaal geen Henk. Ja, jat. Je moet er niet zatten waar ik Henk. Het is. Ja, de bedoeling van het spel is een beetje als de zin van het leven. Ik weet het eigenlijk niet, maar het is wel leuk. Dat moet echt op het tegeltje. Blam! In die water. Ik wilde zeggen, ik weet niet wat ik deze vent ooit heb misdaan, maar dat weet ik wel. Huh. En nu? En nu? Ja! Henk. Henk, wat heb ik met Henk? Maar hoe laat ik haar? Hij is er klaar mee. Iets voor de rijdende rechter dit. Wacht, is dat het niet? Oh, moet ik zeker ook nog zijn bril jatten. Ik heb wel een beetje medelijden met die vent te krijgen. Rennen. Die man zat gewoon rustig op een zondagmiddag zijn krant te lezen in zijn tuin. En zijn hele leven wordt gewoon verwoest. Haha, ik heb het te bond gemaakt. Hij is klaar met me. Per ongeluk. Nou, meester Frank Visser, kom er maar in. Ja, dat dacht ik al. Nou, je kan me veel vertellen, jongens. Dat is geen 1,5 meter afstand. Hey, dit is Metal Gear Solid. Oh, wat is dit? Oh, zij brengt me niet. Kijk, zij is wel aardig. Wat? Oh, er komt even. Hoor jij het ook? Ja, ik hoor het ook. Ik weet het niet. Ik zou een dab doen, maar dat mag niet, want het is 2020. Ja, dat is de void. Als je ergens achteraan zit en dan gaat door een tafel, poef, weg, uit je perceptie. Beet gaat er niet kapot. En nu? Dit gaat me lukken. Keihard, zo hard als dat een gans kan. Tweetje! Hoi, en nu komt het moment waar ik niet op zit te wachten. Oké, laat me even recappen hoe het werkte. Als er iemand in je kantoortje staat, moest je je masker opdoen. Oh, zo, mijn hartslag gaat nu al hoog, hè? Dit is echt heel naar. Oh ja, en je moest de muziekbox opwinden. Ik heb er niet al zin in. Misschien helpt dit. Ik hoor alweer geluid. Oké, dit moet ik een paar keer doen en dan gaat hij vanzelf weg als het goed is. Dat is niet zo erg volgens mij. Ik haat het spel zo erg. Zo, tintel gewoon helemaal. Dat is echt. Oh, ik vind het zo verschrikkelijk dit. Is er een VR-versie van Five Nights? Ik heb de HTC Vive. Dus dat is echt een heel dom idee. Oh nee, daar heb ik dat ding. Oh, daar is dat ding niet aan. Oh nee, dat is de muziekbox. Please. Laat. Ben ik net wel? Oei. Is het nog. Ga er nou weg? Een van de beste mannen ever. Hier is niemand. Hier is een koe. Oh nee. Wat moet ik nou doen? Moet ik nou iets? Oh jee. Yeah. Oh ja.
Oh nee, dit is naar. Dit is klaar denk ik nog niet. Ja, leuk. Leuk met je hoofd. Gelukkig zal ik niet op het scherm te kijken, anders was ik nog een keer kapot gegaan. Moet ik nou gelijk mijn masker opdoen? Of moet ik nou wachten tot ze de... Ik moet het ding opbinden, Oké. Wat ging er nu mis? Ik heb het idee dat het al iets beter gaat met het spel. Niet met mijn fysieke gesteldheid. Deze hier. Oeh, ik was te laat. Was ik te laat? Ik weet niet of het te laat was. Dat maakt niet uit. Hij was toch weg? Het ging zo. Ik had echt het idee dat. Ik had echt oprecht het idee dat het goed ging. Ik heb het idee dat het al iets beter gaat. Nou was ik op tijd. Nu weet ik gewoon dat ik op tijd was. Kom op, 6 uur. So close, kom op. Yes! Yes! Get it. Zo, ik heb het. Warm. Ik winnen. Betekent ook. Jullie winnen. Ta-da-da-da-da. Ik ga weggeven. De Turtle Beach Elite Atlas Aero. En dat is de koptelefoon die ik hier op heb. Dus ik zal hem even laten zien. Uiteraard krijg je wel een nieuwe en niet deze. Het is echt een hele chille headset. Een hele dikke oorschelpen. Die ik zelf echt super fijn vind. 3, 2, 1. Blam. En de winnaar is Murk. Murk, gefeliciteerd met je nieuwe Turtle Beach. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Echt super tof dat jullie erbij waren.